Boeren in Flevoland krijgen de kans om hun chemicaliën kosteloos in te leveren. Het gaat dan om middelen die niet meer gebruikt mogen worden en vaak ook al langere tijd in de kast staan. Het Centrum voor Landbouw en Milieu is daarom een actie gestart. De actie Bezem door de Middelenkast. Nou, we praten hierover verder met Margot Venebos van het Centrum voor Landbouw en Milieu, het CLM. En ze doen deze actie in opdracht van het Waterschap Zuiderzeeland. Goedemorgen, mevrouw Venebos. Ja, goedemorgen. Een actie om boeren hun chemicaliën in te laten leveren. Dat klinkt eigenlijk best wel heel gek. Weten de boeren zelf niet wat ze daarmee moeten doen dan? Dat klopt. Er is op dit moment eigenlijk niet echt een structureel systeem voor een agrariër om deze middelen via in te leveren. De boer kan in principe naar de milieustraat, maar niet elke milieustraat is hier helemaal goed op ingericht. En anders komt hij toch uit bij het zelf inhuren van een afvalinzamelaar. En daar komen natuurlijk voorrijkosten bij kijken en de kosten voor de kilo's van de af te voeren middelen. Dus dat is voor sommige boeren toch wel een beetje een drempel. En in ieder geval een reden om misschien niet elk jaar zijn kast op te ruimen. Dus wij proberen via deze actie dat wat laagdrempeliger te maken en te faciliteren dat de afvoer verantwoord gebeurt. Maar wat is er erg aan als boeren hun middelen in de kast laten staan? Als ze gewoon een hele grote kast hebben, is er toch niks aan de hand? Nee, op zich is dat geen probleem. Maar ja, denk aan de eigen schoonmaakkast. Op een gegeven moment wil je daar ook wel even zorgen dat je alleen nog hebt staan wat je daadwerkelijk gebruikt. En ja, zoals gezegd is dat soms wat lastiger. En we willen natuurlijk voorkomen dat er bij een calamiteit een keer een middel lekt wat eigenlijk al lang uit de handel is. Ja, dat is een hele belangrijke reden, lijkt me. Wat voor middelen, en dan een beetje in lekentaal, zodat wij het ook begrijpen, staan er bijvoorbeeld in zo'n kast? Wat mag er de afgelopen tijd niet meer gebruikt worden wat eerst heel normaal was? Nou ja, misschien een goed voorbeeld uit de vorige actie. We hebben in Flevoland in 2018 een vergelijkbare actie gehouden. En daar deden toen 500 agrariërs aan mee. En wat we toen zagen is dat, nou ja, ik geloof 11% had de kast netjes op orde. Dus dat is ook een mooi resultaat om te zien. Bij de anderen stonden soms middelen die gewoon in het afgelopen jaar de toelating was vervallen. Soms stonden er ook middelen omdat het bedrijf was overgenomen. Dus je kan bijvoorbeeld ook je voorstellen dat een nieuwe boerderij wordt opgekocht en de middelenkast gewoon mee verkocht wordt, zeg maar. En als de nieuwe boer dan aan een hele andere akkerbouwmatige teelt begint dan de oude, dan heb je nog wat staan. Maar een van de voorbeelden is bijvoorbeeld ook het middel DDT. Dat is denk ik bij veel mensen wel bekend. Dat vonden we tijdens de vorige actie ook nog ergens terug. Dat was gelukkig wel een uitzondering. DDT, maar dat middel, wat is dat? Ja, dat is onder andere een bekend middel in de hele discussie van Silent Spring. Een boek van Rachel Carson over milieuproblemen. Dat is al 60 jaar geleden geschreven. En dat was een van de middelen die daarin aan bod kwam voor de milieukundige problemen. En dat mag tegenwoordig niet meer, die stof? Nee, het is een insecticide en die is dus eigenlijk al sinds 1973... niet meer in de handel. Dus dat is wel ja. En als jullie nou langs die boeren gaan, hè, ze hebben een afspraak gemaakt via de website en jullie komen daar en dan zien jullie spullen staan, bijvoorbeeld wat je net vertelde, die stof. Wat doen jullie daar dan mee? Worden de boeren dan gestraft omdat ze iets hebben staan wat niet meer mag? Nee. We willen juist zorgen dat iedereen gewoon vrijblijvend mee kan doen. En zorgen dat die middelen netjes worden opgehaald. Dus er zitten verder geen sancties aan verbonden. Het hele idee is juist dat men zich vrij voelt om aan de actie mee te doen. En ik moet er ook bij zeggen, wij doen dit samen met de lokale leveranciers. Dus in principe kan iedereen die zich aanmeldt ook aangeven wie daar normaal over de vloer komt vanuit de normale advieskantoren, zodat het ook een vertrouwde partner is die daar over de vloer komt. Nou zijn er natuurlijk ook mensen die niet per se boer zijn, maar wel misschien nog van alles hebben staan om de tuin te onderhouden, of misschien een grote moestuin met van allerlei dingen die ze gebruikt hebben. Kunnen die er ook aan meedoen, of moet je echt een werkende boer zijn? Ja, goede vraag. In dit geval is de actie wel echt bedoeld voor de agrarische sector. Als men als particulier middelen heeft staan, dan is vaak de weg naar de milieustraat een stuk makkelijker te vinden, omdat het gewoon over kleine hoeveelheden gaat. En dat het dan geen bedrijfsafval is natuurlijk. Maar goed, ik roep de particulieren vooral ook op om hun tuin zonder chemische middelen te gebruiken met heet water en onkruidwieden, zeg maar, met de hand. Dan is het hele probleem niet aan de orde natuurlijk. Nou loopt deze actie voor de boeren al sinds eind juli. Alle boeren hebben jullie aangeschreven om zich aan te laten melden. Maar ik heb begrepen dat er pas 100 aanmeldingen binnen zijn gekomen van de 500. Ben je er al tevreden over?
Nou, we hebben gewoon een vrij lange aanmeldperiode, omdat we in de zomer zijn begonnen. Dus men kan zich nog tot half oktober aanmelden. Dus op zich maak ik me daar voorlopig nog niet druk om. Maar er is zeker nog plek. Dus als men zich wil aanmelden, neem een kijkje op www.bezemdoordemiddelenkast.nl. Daar staat een online aanmeldformulier. Het is helemaal duidelijk weer. Margot Venebos, dat is jouw naam, van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Dankjewel.